deze mooie plek. En toch eigenlijk ook wel mooie vrijdagochtend op deze begraafplaats in Krimpen aan de Lek. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was er wel eens langs gereden, maar nog niet eerder op de begraafplaats geweest. En ja, deze week, gelukkig en goed, is deze begraafplaats ook door veel inwoners van Krimpen aan de Lek bezocht tijdens de dodenherdenking. En een begraafplaats, en dat is iets wat hoge prioriteit heeft, ook bij het gemeentebestuur. Niet alleen vanwege, zoals op deze begraafplaats, prachtige monumentale grafkelders, een aantal rijksmonumenten. En ja, er is nog iets verborgen wat geen rijksmonument is, maar wat wel een bijzonder grafmonument is van een voormalig inwoner van Krimpen aan de Lek. Een grafmonument wat het ook zeker verdiende om opgeknapt te worden. En ik ben ook blij dat het voormalig gemeentebestuur van Nederlek op de valreep toch ook besloten heeft om dit monument op te laten knappen. En als ik hier dan nu zo rondloop, dan durf ik hier ook goed rond te lopen. Want het ziet er hier keurig prachtig uit. En ook de omgeving, u hoort misschien ook de vogels fluiten. Het is gelukkig ook een prachtige plek. Dat is het nu. Maar dat was het dus ook in het verleden. En ik denk dat er niet veel begraafplaatsen in de Krimpenerwaard zijn waar dit soort rijksmonumenten aanwezig zijn. Dus ik vind het ook heel bijzonder. En dan mag je soms als wethouder monumentenzorg mag hier ook met genoegen staan. Er zijn nog meer monumenten in de Krimpenerwaard. Daar is nog wel wat werk te doen. Deels door onszelf, deels door anderen. Maar ik vind het bijzonder dat als ik dit hier op deze plek zie. En ik wil ook een compliment geven aan de volhardendheid van de historische vereniging. Want de rijksmonumenten zijn een aantal jaren geleden prachtig opgeknapt. Maar dit monument was eigenlijk nog een beetje kind van de rekening. Het was geen rijksmonument. Daardoor toen ook niet meegenomen in de restauratie. Maar niet minder belangrijk. Want ik heb plaatjes gezien van hoe het eruit zag. Ik zal maar zeggen vorig jaar. Ik heb ook plaatjes toch stiekem al gezien wat er straks hopelijk tevoorschijn komt. Het is heel markant. Ik zal er niet alles over vertellen, want er komen na mij nog twee sprekers. Onder andere meneer Den Hertog van bureau Helsdingen, het bureau wat de restauratie heeft begeleid. En ook mevrouw Visser van de historische vereniging zal iets over de historie vertellen. Dus daar zal ik me beperken. Maar ik heet u welkom, maar zeker in het bijzonder heet ik een van de nabestaanden van de familie Groeneveld welkom. Heel bijzonder dat u er bent. En niet omdat ooit uw familie met de gemeente heeft afgesproken dat het tot 2067 in goede staat van onderhoud zou blijven verkeren. Dus er was ook wel een klein beetje, toch eigenlijk wel ook een plicht om het op te knappen. Maar goed, het is al heel lang geleden, want de echtgenoot, begreep ik, is in 1915 overleden en meneer Groeneveld zelf in 1934. Dus wel heel bijzonder dat zoveel jaren nadien dat er toch hier ook een nabestaande aanwezig is. En ik sprak net even met u en u vond het ook, u heeft het ook met belangstelling gevolgd. Het is ook bijzonder, ook al is de familieband toch wel wat generaties en wat takken weg. Maar de familie Groeneveld is hier aanwezig. En bijzonder en dank daarvoor. Ook andere aanwezigen, ook vertegenwoordigers van het bureau of bedrijf Van S, denk ik, zijn aanwezig. Welkom ook, want u heeft het werk uitgevoerd. En we zullen zo eens even kijken of dat een zeventje, een achtje, een negentje of een tien waard is. Ik heb plaatjes gezien, maar we zullen het even straks tot in detail natuurlijk bekijken. Maar ik denk dat het een bijzonder werk was, wat jullie ook met jullie vakkennis handmatig, stukje moderne tijd, computertechniek, begreep ik, is ook wel toegepast. Maar dank dat u hier bent. Dank ook dat dit op beeld wordt vastgelegd. En met genoegen wil ik het straks onthullen. Ik geef het woord aan mevrouw Visser van de historische vereniging. Krempenen, spreek ik uw vereniging uit? Krempenen. Ja, de ouderwetse manier. Nou, de dames wethouder, zou ik zeggen, goedemorgen en andere genodigden.
Vorig jaar omstreeks deze tijd waren wij als bestuursleden van de historische vereniging Krempenen ook aanwezig op deze plaats. Toen was hier een vertegenwoordiger van de stichting Dodenakkers, de heer Evert-Jan Halkes uit Twello, met zijn vrouw. En ze brachten de gerestaureerde grafkransenkast weer terug naar deze begraafplaats. Van deze gebeurtenis is een mooi film gemaakt door de vrijwilligers van toen nog de Vrolijk. Hierbij werd ook gewezen op de gerestaureerde graftombes, het baarhuisje en de toegangspoort. Een paar jaar eerder was er reeds een uniek houten grafmonument geheel in eigen beheer gerestaureerd. U kunt dat op het andere gedeelte van de begraafplaats bewonderen. Maar nu terug naar deze plek. De reeds genoemde heer Halkes die wees ons op dit graf. Dat was toen nog in deplorabele staat. En hij vroeg ons dit ook te restaureren, omdat dit zo bijzonder was. Dit soort hekwerken werden vroeger om een graf geplaatst. Soms werd daar ook gewoon een ledikant voor gebruikt. Daarom heet zo'n ornament een ledikant. Maar dit ledikant was bijzonder, met mooi gesmeden, versierde ijzeren spijlen en leuningen van zeer vakkundig bewerkt hout. Hij noemde dit een erg chic ledikant van welgestelde mensen en zeer zeldzaam. De woorden van de heer Halkes, hè? Er zijn er nog maar 7 bewaard gebleven in heel Nederland. In het laatste jaar van de oorlog is het hout veelal gebruikt als brandstof. Dankzij de beheerder van de begraafplaats is deze bewaard gebleven. En nu is het zeker de mooiste van Nederland. Bureau Helsdingen heeft van de gemeente, toen nog Nederlek, de opdracht gekregen om dit ledikant te restaureren. Jan van der Vrie die heeft de restauratie gevolgd en actief begeleid, geloof ik, en gefilmd. Laten we hier eerst even naar kijken. Dit is een ledikant, noemen ze dat. En waarom noemen ze dat zo? Omdat heel vroeger in het echt ook wel oude ledikanten gebruikt werden om over een graf heen te zetten. Dit is een hele chique. En waarom? Omdat hier dus ook smeedijzeren of gietijzeren spijlen bij zijn. En de andere 7 die er nog in Nederland zijn, zijn geheel. Helemaal uit hout, dus ook de spijlen. Als je hier ook ziet, de balken, hoe ze bewerkt zijn. Dit is echt wel een meubelmaker geweest die dit werk gedaan heeft. En zeker voor een familie die vermogend was. Deze is in hele slechte staat. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je naar een ambachtsschool gaat, dat een leraar houtbewerking, dat samen met een leerling weer helemaal na zou kunnen maken en dat de gemeente of wie daar ook geld in wil stoppen alleen maar de materiaalkosten zou hoeven te betalen. Dus dan is het ook echt de moeite waard. En net wat ik zeg, dit is dan nummer 8 die we nog gevonden hebben en ik verwacht ook niet dat we er nog meer zullen vinden. Want er zijn waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog en vooral in het Westen, toen de hout tekort was voor de kachels, zijn er ook heel wat verdwenen in de kachel eigenlijk. En ja, u ziet, deze ziet er heel slecht uit, maar godzijdank heeft de beheerder er waarschijnlijk toch het nut van ingezien om deze niet weg te halen. Wat wel vaker gebeurde, je had 2 soort beheerders heb je eigenlijk. Je hebt de beheerder die het geworden is zo van, nou ja, het lijkt me een leuke job. En je hebt beheerders die doen het werk omdat ze iets met begraafplaatsen hebben en met de grafcultuur. Maar ik ben heel blij dat er hier een beheerder was die wist waar het hier om ging. En ik hoop dat de gemeente het besef heeft van dat dit niet verloren moet gaan. Als historische vereniging Krempenen hebben we contact gezocht met de toenmalige gemeente Nederlek.
En burgemeester Trix van der Kluit heeft zich sterk gemaakt om het grafmonument genaamd het Ledikant te laten restaureren. De opdracht werd verstrekt aan de gebroeders van S in Meerkerk, die gespecialiseerd zijn in mooi houtsnijwerk en speciale constructies. Goedemorgen. Hoi. Vandaag komen we kijken Simon van de historische vereniging Krimp van de Lek. Oh, wat leuk. Net grafmonument. Ja. Kom verder. Welkom bij Timmerfabriek Van Es. Wij zijn bezig met de restauratie van het grafmonument in Meerkerk. Wij zijn een timmerfabriek gespecialiseerd in de restauratie van allerlei monumenten. Maar een grafmonument hebben we nog niet eerder gedaan. Ja, dus je hebt het helemaal gekopieerd als het ware. Ja, we hebben het bestaande opgehaald en op basis daarvan eigenlijk een reconstructie gemaakt. Ja. Fijn, nou, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe het er geworden is. En de stalen spijlen, hoe is dat? Of de gietijzeren spijlen, hoe is dat afgelopen? Die er ook nog bij moesten. Ontbraken er een paar? Ja. Nou, de meeste waren aanwezig, dus die worden gescoupeerd, geloof ik, en behandeld door Smit. En de ontbrekende worden opnieuw gemaakt. Oké. Okay. Gegoten. Maar u bent helemaal gespecialiseerd in het houtwerk. Ja, het staal, dat is niet aan ons uitbesteed. Daar worden de bijtels zo bot van. En doet u meer van deze constructies? Wij werken altijd met de ouderwetse houtconstructies, dus de pengatverbindingen met de toognagels. Ja, dat gebeurt niet zoveel meer, maar wij doen het vrijwel alleen nog. Ja, nou, heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Dus dat mogen we dan wel zien in uw bedrijf. Ja, kom gerust verder. Dan kunnen we een en ander bekijken. Ja. Oké. Okay. Proefexemplaar. Hierop stellen we de machines in, dus dit voor het schuinzagen, dat we zeker weten dat die schuinte goed is, dat we niet een goede paal verzagen of kapot frezen. Dus het is wat zachter hout, dat zie je ook met gelijk aan het hakwerk, dat allemaal wat mooier gedisseld is. Hij is er dus om fouten te voorkomen. Nou, qua werkwijze het volgende. We hebben de oude paal eigenlijk overgenomen. Alle details op deze tekening gezet. Vervolgens hebben we daar mallen van gemaakt, contramallen. En die hebben we met de bovenfrees uitgefreesd, zodat iedere paal het gelijke motief heeft. Nou, het freeswerk is natuurlijk nooit zo mooi als het machinaal is gebeurd. En zeker het hakwerk niet. Dus we hebben in ieder geval de contouren overgenomen en later wordt het allemaal met de hand bijgehakt. Zodat er toch wat variatie tussen de verschillende palen ontstaat. En dan wordt het mooi. En voor Marcel is het een heerlijk werkje. Lekker rustig, weinig herrie. Lekker rustig. Ja. Kijk, hier hebben we de ouderwetse verbinding met een pen. Die gaat er weer in. Boren we hier een gaatje, waardoor de toognagel komt erin. Doen we altijd iets verschillend, zodat de toognagel hem helemaal strak trekt op het moment dat je hem opsluit. Ja. Dus. En gebruik je geen lijm dan? We gebruiken ook nog lijm. Ook nog een beetje. We gebruiken ook nog lijm, ja. Vroeger was dat beendelijm, maar nu gewoon houtlijm. Ja. Wat hebben we gekozen voor dit project voor Iroco? Het origineel was in eiken. Ja, waarom zou je zeggen, waarom niet terug in eiken? Iroco is toch wat duurzamer. En vooral ook deze maten in eiken zijn er eigenlijk niet gedroogd voorhanden. Dus dat zou eigenlijk vrij snel gaan scheuren op het moment dat we dat in nat constructie eiken zouden uitvoeren. Van alle spijlen waren er 5 ontbrekend of kapot. Het zijn gegoten spijlen.
in twee delen. Hier zie je duidelijk de gietnaad nog zitten. Tussen de twee. De stijlen worden nu opnieuw gegoten door de smid. De vijf ontbrekende en de andere worden gescoupeerd en aangeheeld. Dus het zijn de mooie ouderwetse traditionele spijlen, de originele. Lof voor de vakmensen die het werk hebben uitgevoerd. Maar wie zijn hier begraven? Het graf was bedoeld voor Wilhelmina Groeneveld van der Heul. Overleden in 1915 op 48-jarige leeftijd. Zij was de vrouw van Leendert Cornelis Groeneveld. Die is overleden in 1934 en is hier dus ook begraven. Leendert Cornelis liet in 1905 de houtzaagmolen Adriana Elisabeth bouwen, genoemd naar hun dochter. Zijn ouders, Jan Groeneveld en Elisabeth Verwaal, die liggen begraven bij het eerder genoemde houten grafmonument. Dat is daar. De naam Groeneveld is een bekende en vaak voorkomende naam in Krimpen aan de Lek. Bijna altijd verbonden aan hout, molens, zagerijen, hout, ver en bewerking. Een straatnaam in de Molenweide herinnert ook aan een Groeneveld. Klein Profijt was de naam van een houtzaagmolen van L. Groeneveld, waar rond 1900 houten schoppen werden gemaakt. Is dat deze L. Groeneveld? Dat weet ik niet. In onze vorige gemeente Nederlek was het een goede gewoonte dat een paar bestuursleden van onze historische vereniging één keer per jaar bij de wethouder op gesprek gaan. In de 15 jaar dat wij bestaan hebben wij natuurlijk al meerdere bestuurders meegemaakt. Wij bespreken dan de zaken die wij in ons dorp, waar al zoveel is afgebroken, tegenkomen. De dingen die het waard zijn, die kunnen, die moeten bewaard blijven. En mevrouw de wethouder, we hebben nog een lijstje en we komen graag een keer bij u op bezoek. Oh. Wij waarderen het zeer dat deze begraafplaats ook zo'n goed opknapbeurt heeft gekregen. Het noordelijke gedeelte is opgehoogd, het pad is vernieuwd en de beplanting opnieuw aangelegd. Lang geleden, in mijn kindertijd, was het de gewoonte om zondagsmiddags naar de begraafplaats te wandelen. Heen over de dijk en terug over de Tientweg. Altijd een mooie wandeling naar een goed onderhouden begraafplaats, waar je vele bekende en dierbare namen tegenkomt. Het zou weer een mooie gewoonte kunnen worden. Nou, dan zal ik het vervolg uitspreken. Het is al eerder genoemd, het opknappen van dit grafmonument staat niet op zichzelf, maar het is eigenlijk één in een reeks, nou ja, voorlopig de laatste. Wat al eerder genoemd is het grafmonument, het houten monument van de familie Groeneveld, wat daar staat, wat in 2011 opgeknapt is door de historische vereniging. Nou, tegelijkertijd speelde eigenlijk het opknappen van de andere monumenten. Die waren rijksmonument geworden. En dan hebben we het over het baarhuisje, het hekwerk en de vier stenen grafmonumenten die hier om ons heen staan. Nou, die waren rijksmonument geworden en de onderhoudsplicht lag bij de gemeente. Nou, de gemeente nam dat serieus op. Ze werden geïnspecteerd door de monumentenwacht. En ieder jaar kwam er een rapportje van de monumentenwacht met een standaardregeltje. Ja, het onderhoud is het laatste jaar toch wel iets achteruit gegaan. Nou, en dat jaar op jaar betekent dat toch dat je na 10 jaar dat er sprake is van flink achterstallig onderhoud. Nou, gelukkig waren er ook vanuit het Rijk nog wat subsidiemogelijkheden. En via de gemeente Nederlek destijds werd aan mij als vertegenwoordiger van het monumentenadviesbureau gevraagd van, nou, wat zijn nu de mogelijkheden? Is het mogelijk om subsidie aan te vragen? Nou, dat is gelukt. En vervolgens moest dat ook uitgevoerd worden. En dat betekent dat we de grafmonumenten toen een opknapbeurt hebben gegeven. Nou, we hebben dat gedaan in nauw overleg met de gemeente, maar het waren natuurlijk ook graven die gewoon ja, feitelijk eigendom van de familie waren met het onderhoud bij de gemeente.
Wat we toen gedaan hebben, we hebben een advertentie in de krant geplaatst om nabestaande familieleden te proberen op te sporen. Om daarmee in contact te komen, om in ieder geval te melden wat het plan was. Nou, dat lukte maar matig. Heel weinig mensen reageerden daarop. Dus we dachten, nou goed, dan doen we het maar gewoon naar eigen goeddunken. Nou, vervolgens zijn die grafmonumenten allemaal gerestaureerd. En zoals je dat hoort te doen bij een monument, behouden gaat voor vernieuwen. Het gaat er niet om om alles nu maar nieuw te maken en alles spik en span en glimmend is. Maar het gaat om behoud van zoveel mogelijk van het authentieke materiaal en de authentieke uitstraling. En ook op zo'n begraafplaats, ja, een zekere mate van verval mag er wel bij. Het hoeft niet allemaal gloednieuw erbij te staan. Nou, dat speelde dus allemaal in 2011. De vier grafmonumenten die zijn van... Iemand uit de familie De Jong, uit de bekende boerenfamilie in de Krimpende Waard. Iemand uit de familie Smit, van de Redersfamilie en de scheepsbouwers. En iemand van Pieter van der Hoog, de bekende kapitein uit Krimpen. Nou, Pieter van der Hoog en De Jong waren familie van elkaar. En Pieter van der Hoog en Smit hadden weer een zakelijke relatie met elkaar. Dus wat dat betreft is het hier een soort reunie geworden. De familie van de Dool, dat lag wat anders. Die konden we niet koppelen aan die andere. Maar het grafmonument is wat dat betreft wel vergelijkbaar in zijn soort. En ze zijn een soort on-Nederlands van uitstraling en karakter. Nou, dat speelde dus allemaal in 2011. Dat was afgerond. Nou, het is al gezegd dat zo'n monument heet dus een ledikant. En dat is eigenlijk bedoeld om te voorkomen dat mensen over het graf heen gingen lopen. Nou, we zien hier nog een paar. Daar staat nog een eenvoudige ijzeren. Daar staan nog wat hekwerkjes. Maar zo'n houten ledikant, die zijn inderdaad uiterst zeldzaam in Nederland. Die zijn er bijna niet meer. Dus dat betreft ook zeer de moeite waard om in stand te houden. Nou, ook hiervoor geldt, behouden gaat voor vernieuwen. Dus probeer authentiek te houden wat nog authentiek is. Maar goed, ik loop even heen en weer. Ik weet niet of dat voor de camera heel ingewikkeld is, maar pak er even wat bij. Kijk, ik heb hier nog een restant van een van de vier palen. Nou, je ziet het, grijs geschilderd, houtsnijwerk. En ja, inmiddels 80 jaar oud, want dat is geplaatst in 1934. Nou, deze staat al een paar maanden binnen, dus dat lijkt weer op hout, zal ik maar zeggen. Maar je moet je voorstellen, als het november is en het regent en het staat in weer en wind, dan lijkt het toch meer op een spons dan op een houten paal. Dus dat was behoorlijk vergaan. Nou, hoe graag wij ook oude dingen behouden als monumentadviesbureau, dit was toch wel een onhaalbare zaak. Nou, maar wat we wel ons best op gedaan hebben is behouden wat er behouden kon worden. En dat waren de gietijzeren spijlen. Dus wat er uiteindelijk gebeurd is, het is helemaal getekend en opgemeten, uit elkaar gehaald. Het houtwerk is nagemaakt naar het voorbeeld. De gietijzeren spijlen zijn gerepareerd waar dat kon en nagegoten waar dat moest. En het is allemaal weer in elkaar gezet en geplaatst. En de steen is weer, hersteld. Nou, we hebben ook besloten dat die maar weer geverfd moest worden zoals oorspronkelijk ook de bedoeling is. In deze grijze kleur. Want die grijze kleur moet eigenlijk suggereren dat het geen houten paal is, maar een natuurstenen paal. Vroeger hielden ze ook al van een beetje opsmuk. Dus het is gewoon hout, maar het mag best iets duurder lijken. Nou, dat zie je heel vaak in de monumentenwereld, dat kleur gebruikt wordt om het net weer even naar iets hoger niveau te tillen. Dus vandaar ook weer de grijze kleur. Nou, zo hebben we met z'n allen eraan gewerkt en hopen dat het hier weer lang staat en mag bijdragen aan de mooie sfeer van entree van deze begraafplaats. Ja.